Beste kijkers, voor mijn wekelijkse BNP Paribas video coaching tip in samenwerking met de aandeelhouder neem ik u graag mee naar de superspannende dagkaart van Basic Fit. Ik vertel geen nieuws dat de koers vorige week flink is afgestraft. Een enorme duikeling naar niveaus rond 19+. En dat roept natuurlijk een reactie op uit het stierenkamp. En die reactie lijkt vandaag te komen. En dat betekent dat er op de dagkaart een superspannende en ook interessant climaxscenario zich voordoet. En daar bedoel ik mee dat na de enorme berentik er misschien wel net zo felle tegenreactie komt vanuit het stierenkamp. Dus een interessante, spannende opleving voor koopjesjagers en counter. Spelers. Ik zeg er meteen bij, het is super offensief. Ik zie alleen maar een wit kenneltje staan. De swingteller wel op een min 9 stand, dus dat helpt wel mee in bodemvorming. En de RSI dreigt met een OS upcross. Dus dat ziet er allemaal wel, wat ik noem, aanstaande bodemvormingachtig uit. Maar formeel nog geen bevestiging, dus hou daar even rekening mee. Desalniettemin een charttechnische voeding voor een climaxscenario, zoals gezegd. En dat betekent vanaf de huidige niveaus toch een opwaarts potentieel tot in de FIBO-grid. En als ik dan de derde FIBO-lijn aanhoud, waar in het recente verleden ook wel wat clustering heeft plaatsgevonden, dan praten we over niveaus rond de krap 24. En dat behelst vanaf het huidige niveau toch een opleving van ruim 17%. En als we dan de stop aanhouden op de lows van de afgelopen 2 dagen, dan praten we over een neerwaarts risico van 2%. En dat ziet u dan terug in de risk-reward verhoudingen, een uitstekende verhouding. En dat betekent dat je mag profiteren van een turbo-long positie, of met een turbo-long positie beter gezegd, met een redelijk hoge hefboom van ruim 4. En in dit geval betekent dat de turbo-long 16,86. Ik heb de ISIN-code erbij gemeld, zodat u snel kunt schakelen en handelen bij de Giro, want daar zijn deze turbo's te verkrijgen. Ik herhaal een offensief ingesteld scenario, een climaxscenario, interessant voor koopjesjagers met een speculatieve inslag. Trendbeleggers die hebben hier nog niets te zoeken, maar de koopjesjagers die zien vandaag de dag hun kansen. Ik wens hen daarbij veel succes.